Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 9 van de Eredivisie en natuurlijk in de interlandwedstrijden van het Nederlands elftal. Ik heb een nieuwe camera, zoals jullie zien, het is allemaal net even wat betere kwaliteit. Ik hoop dat we veel punten gaan verdienen. Het was een ronde waar veel gelijk werd gespeeld, heel vaak 1-1 ook, maar toch zijn er wat hoge punten gevallen, dus blijf vooral kijken. Dit waren de wedstrijden die Nederland zelf al heeft gespeeld voor zowel vriendschappelijke wedstrijd als de Nations League. Nederland speelde 1-1 gelijk tegen Spanje en in de Nations League wonnen ze met 3-1 van Bosnië en Herzegovina en wonnen ze met 1-2 van Polen. Wat helaas wel betekent dat Nederland toch niet de volgende ronde heeft gehaald omdat Italië eerste is geëindigd. Dan gaan we kijken naar de uitslagen van speelronde 9 van de Eredivisie. Willem II heeft met 2-1 gewonnen van VVV. AZ won met 1-0 van Emmen, wel op zondag omdat die wedstrijd was verplaatst. FC Groningen, Vitesse werd 1-1. Ook PEC tegen FC Utrecht werd 1-1. Ajax won met 5-0 van Heracles. Fortuna Sittard verloor met 1-3 van Feyenoord. Sparta won, nou misschien niet verrassend, maar wel overduidelijk met 6-0 van ADO Den Haag. Twente tegen PSV werd 1-1 en ook RKC Heerenveen werd 1-1. Dan is dit de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 24 punten. Dan komt Vitesse met 22 punten. Feyenoord heeft 21 punten en staat derde. PSV staat vierde met 20 punten. FC Twente staat 18e, staat vijfde met 18 punten. Heerenveen staat zesde met 17 punten. AZ en Groningen hebben 14 punten. Utrecht staat negende met 10 punten. Sparta staat tiende met 9 punten. PEC, Willem II, Heracles en VVV hebben 8 punten. RKC staat 15e met 6 punten. ADO staat 16e met 4 punten. FC Emmen staat 17e met 3 punten. En Fortuna heeft ook 3 punten en die staan onderaan. Dan is dit de top 8 van de voorspellers. Ik zit er helaas niet meer bij. Maar Mikey, oh, ik heb de punten er niet bij gezet. Oh, wat onhandig. Nou, dit is in ieder geval wel de goede stand. Ik heb de punten er misschien niet bij gezet. Maar de punten die kan je vinden in de beschrijving. Ik zal hem deze keer niet vergeten. Mikey staat in ieder geval bovenaan. Dilano en Novio Magen staan gelijk gedeeld tweede. Novio Magen is namelijk de weekwinnaar geworden, want die heeft had de meeste punten, 17 geloof ik. Gerbe staat vierde en Jarno staat vijfde samen met Luc. Nak staat zevende, die is de top 8 ingekomen. En Stan de Voetbalman staat achtste. De volledige stand is in de beschrijving te vinden, daar met punten erbij. Sorry voor het ongemak. Ajax moet in de Champions League tegen Midtjylland en daarbij gaan we ook Liverpool tegen Atalanta voorspellen en Internationale tegen Real Madrid. In de Europa League hebben we AZ Real Sociedad, PSV tegen PAOK Saloniki en CSKA Moskou tegen Feyenoord. En Feyenoord had de vorige keer gewonnen, dus ik hoop voor ze dat ze weer winnen. En dit zijn de wedstrijden van speelronde 10 die we gaan voorspellen. FC Twente moet tegen RKC Waalwijk, FC Emmen ontvangt Ajax, ADO moet tegen Heerenveen, VVV speelt tegen PEC Zwolle, Vitesse moet tegen Fortuna Sittard, FC Groningen tegen Willem II, Feyenoord tegen FC Utrecht, Heracles ontvangt AZ en PSV neemt het thuis op tegen Sparta. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie jullie heel graag bij de volgende aflevering van Eredivisie voorspellen. En dit keer met punten erbij. Dankjewel, adios.